Ik ben hier in Spitsbergen en het is hier echt ijskoud. Dit eiland is 400 jaar geleden ontdekt door een Nederlandse poolreiziger Willem Barentsz. In deze noordelijke uithoek van Europa bevindt zich een barre wereld met eeuwenoude gletsjers en bergen. Met ijskoud zeewater. Het is de thuishaven van walvissen en ijsberen. Vanaf Spitsbergen starten 10 bekende Nederlanders een keiharde expeditie door Scandinavië. De kandidaten beginnen in Spitsbergen en ze reizen daarna door naar Noorwegen, Finland en Zweden. Om te eindigen op de Poolcirkel. In Expeditie Poolcirkel strijden de kandidaten tegen elkaar en tegen zichzelf. Want het wordt afzien. En dit zijn onze kandidaten. Ze trekken door woeste gebieden en de omstandigheden zijn loeihard en de temperaturen ver onder nul. En wat kan je winnen? Een geldbedrag tot 25.000 euro. Tijdens de tocht kunnen ze dat geld verdienen met groepsopdrachten en met individuele proeven. Dit geld zorgt voor een algemene ranking. De laatste twee van die ranking die strijden er steeds om wie er mag blijven en wie er meteen naar huis toe moet. Degene die in de laatste aflevering als eerste de Poolcirkel bereikt, die pakt al het geld. En dan heb je zo'n barre tocht van 3000 kilometer achter de rug en dan kom je aan bij je eindbestemming. Viking Island op de Poolcirkel. Maar die bestemming is natuurlijk maar weggelegd voor één persoon, de winnaar. Dit is Expeditie Poolcirkel.